We vinden het heel belangrijk om zichtbaar te vergroenen, dus bijvoorbeeld door een mos of een plantenwand. Maar we zijn ook heel erg bezig om het hergebruik te stimuleren. Dit is een van onze nieuwe moswanden. We hebben in het UMCG in de afgelopen periode een aantal mos- en plantenwanden geplaatst om eigenlijk zichtbaar te vergroenen en op die manier bij te dragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Op deze plek was mos eigenlijk het handigst omdat er te weinig daglicht was, dus daarom hebben we gekozen voor mos. Op plekken waar meer daglicht is, hebben we gekozen voor echte plantenwanden. Een moswand is heel onderhoudvriendelijk, heeft eigenlijk heel weinig onderhoud nodig. De plantenwanden die hebben wel echt water nodig. Dus net als thuis ook moet je die goed verzorgen, water geven en ze hebben dus genoeg daglicht nodig. Medewerkers en patiënten, bezoekers vinden de wanden normaal gesproken heerlijk. Ze kijken er graag naar, ze voelen of ze ook echt zijn. En we krijgen alleen maar positieve reacties daarover. Naast dat we zichtbaar willen vergroenen, focussen we ook heel erg op het hergebruiken van materialen en middelen. En een van een heel leuk nieuw project wat we hebben gedaan is het Maakplaats UMCG. En dat is een platform echt voor UMCG-medewerkers waar ze hun spullen, materialen, middelen op kunnen zetten. En die vervolgens door de collega weer kunnen worden gebruikt. Er is natuurlijk al de gewone maakplaats, die is vooral voor je privéspullen. Maar we wouden ook een UMCG-maakplaats toevoegen waarin je echt de spullen van en voor het UMCG kunt met elkaar kunt ruilen. Het is heel belangrijk omdat je op die manier met je collega's in contact kunt komen. Je kunt spullen delen, je kunt ze ruilen. Iets wat je eerst wel nodig had en nu niet meer nodig hebt, kan iemand anders nog heel goed gebruiken. Het gaat hartstikke goed met de maakplaats. Ik heb bijvoorbeeld in volgens mij de eerste weken 5 dingen erop gezet en die waren binnen 2 weken al allemaal weg. We zijn en blijven heel erg bezig om te verduurzamen. We hebben nu 37 green teams. We hebben hoge doelstellingen zeg maar, met de green teams en om echt nog verder te verduurzamen. En we gaan ervoor. We gaan voor een duurzaam UMCG.